Zou je misschien een keer wat willen drinken of niet? Ja, nee, thanks. Nee? Ik heb een vriendin. Oké, okay. Dus, dan krijg je wel nog een luchtkus van me. Oh, een luchtkus, dat mag wel, dankjewel. Oké, dag. Dit was zo pijnlijk. Dat je denkt, ik geef hem nog even een luchtkus aan te zeggen. Maar ik moest toch, ja, maar I don't know. Ik denk, misschien kan ik hem nog overtuigen. Lieke is open, avontuurlijk en nergens bang voor. Behalve voor de liefde. Laat de liefde hebben. Ja, echt? Ja. Daarom ga ik haar helpen om de liefde weer leuk te gaan vinden. Iets minder direct doen. Oh nee, ik ga niet aan al dat gezeik beginnen hoor. Ik zeg gewoon waar het op staat. Met verschillende experimenten en dates gaan we op onderzoek uit. Ik vind het wel oprecht gezellig. Ja. Het is wel echt leuk. Dit is Expeditie Liefde. We beginnen deze expeditie bij het begin. Namelijk, waar ging het mis? We hebben ex-lovers, scharrels en bedpartners van Lieke gevraagd een vragenformulier in te vullen. En deze gaan we nu doornemen. Liek, tot nu toe heb jij een beetje gefaald in de liefde. Yep. Is dat dan ook de reden dat we deze serie gaan maken? Ik denk dat vooral de reden is dat ik een beetje bang ben voor liefde. Voor de kwetsbaarheid die liefde met zich meebrengt. Dat vind ik spannend. Ja, als iemand besluit niet meer met jou te willen zijn, dan moet je dat maar aannemen. En ik stort mezelf nogal in iemand. Zeg maar, ik geef mijn hele hart. Dus als iemand dat dan breekt, dan blijft er niet zoveel over. Ik haat de liefde. Ja, echt? Ja. Ja? Ja. Nou, toch gaan we deze serie op zoek. We hebben jouw exen gevraagd wat ze van jou vonden. Ze hebben een formulier ingevuld waarin helemaal naar voren komt wie ik ben wie in de liefde. Wat je allemaal verneukt hebt binnen die relatie. Oh, de harten die je gebroken hebt. We zitten hier nog een paar uur. De eerste vraag. Wat viel jou als eerste op aan mij? Je lippen? Je big smell en positieve energie. Oh. Dat toch ook een beetje daarmee te maken. Maar ook nog iets van inhoud. Gelukkig. En ook hier weer je lach. Oh. Lippen. Echt? Wow. Een uitstraling waar je niet omheen kon. Oh, dat is echt super lief. Oké, volgende. Wie maakte de eerste move? Oh, ik heb er zo'n zin in. Is 66,7% die zegt jij. Ja. Dat jij de eerste move maakte. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja? Maar ik word gewoon heel erg benauwd van het idee als iemand naar mij toe komt. Dan denk ik van, ik wil het zelf bepalen of zo. Ik weet niet waarom, maar dat, ja, dus het verbaast me niet. Oké. Wist je snel dat ik je leuk vond? Dan had toch ook wel weer het grootste gedeelte dat meteen door. Ja. Hoe komt dat? Laat je dat duidelijk blijven? Ja, dan zeg ik dat gewoon. Ik ga niet allemaal dat onduidelijke spelletje spelen van hard to get, nee. Nee, easy to get dus. Wat was iets dat je minder leuk vond? Kunnen we die skippen? Heel koppig. Koppig? Oh. En je geeft nooit toe dat je fout zit. Nou. Ja. Je vergeetachtigheid. Ja, daar ben ik het mee eens. Kan ik ook wel wat bij voorstellen. Ik vergeet alles. Ja. Nee, en iemand anders die vindt dus je werk in de media. Dat vond hij niet leuk. Echt? Ja. Oh, ik weet wel wie dan, denk ik. Ja, snap ik. Ja? Ja. Waarom is het niets tussen ons geworden? Bunch of things, zegt hij. Oké. Ja, dus een hele hoop is er misgegaan. Oké. Kun je ook een beeld... Ik kan wel één iemand bedenken, maar ik snap niet waarom die persoon het in het Engels zou zeggen. Miste spanning, vuur in de relatie. Daar werd dus wat minder in geneukt in die relatie. Zeg niet dat het aan mij lag. Ja. Ja, nee, maar ik snap het wel. Nee, dat spelletje wat we zeiden en dat hard to get. Sommige mensen hebben dat nodig. Maar ja, dat ga ik je niet geven. Nee. Als ik je leuk vind, vind ik je leuk en dan is dat het. Ja. En vond jij het awkward om dit te horen allemaal? Ja, superkut. Ja. Ja, ik hoef niet per se van mijn ex te horen hoe ze over me denken. Maar het is wel goed om een beetje feedback te krijgen, toch? Ja, er zitten ook zeker dingen bij waar ik wat mee kan. Ja, zeker in deze zoektocht naar liefde. Ja, maar dan ben ik toch koppig en denk ik doe het wel op mijn eigen manier. Nou ja, ik hoop dat je dit allemaal meeneemt in deze hele expeditie. En neem dit vooral ook zo meteen mee in de praktijk wanneer je mannen op date gaat vragen. Want dat is wat we zo meteen gaan doen. Ben je daar klaar voor? Nee. Ik wel. Zo, nou, we zijn begonnen hoor. Tijdens de feedback van mijn ex en ex-schoons en weet ik veel wie allemaal, was ik gewoon echt de hele tijd bang voor wat er komen zou. Ik wist niet of ze
aardig over me zouden zijn. En het is natuurlijk ook, je bent allebei een ander individu. Dus je kan dezelfde situatie heel anders ervaren. Dus ja, je hebt ook nooit echt dat gesprek met je exen gehad. Van waar ging het fout? Of hoe zie je mij? Dus ik dacht echt, oh lord, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Eigenlijk viel het allemaal hartstikke mee. En waren ze ontzettend lief voor me. Dus ja, dat doet me wel goed. Het experiment is nu echt begonnen. Is de liefde allemaal wel zo eng als ik denk? Ik hoop het niet, anders worden het vier hele zware afleveringen voor mij. We gaan het zien. We duiken het park in de straat op. En pas op mannen, want Lijke Augie komt eraan. Liek, jij gaat zo meteen mannen aanspreken op straat om te vragen of ze met jou op date willen. Nou, ik weet niet hoe ik het moet doen. Je mag eerst gewoon je eigen ding doen. Ja. Is dat nou één groot fiasco, dan ga ik je een beetje aan. Verstand op nul. Ik heb het echt niet naar mijn zin. Lalalala. Nee, alleen vrouwen binnen. En mocht je nou afvragen, Liek, wat heb je een fucking lelijke blouse aan? Dat klopt, maar hier zit een verborgen cameraatje in. Ik wil niet. Nou, tot nu toe is het toch wel een vrij treurige bedoeling waar we naar zitten te kijken. Mag ik wat vragen? Zou je een keer een drankje met mij willen doen? Nee, thanks. Nee? Dat was wel heel direct. Wow. Oh, dit heb ik nog nooit eerder gehad. Dat is gewoon... Ik ben zo hard afgewezen. Wojo. Dat gaan we nu even anders doen. Dat gaan we nu op mijn manier doen. En dat gaan we gewoon doen door middel van een hele foute openingszin. En ik zal alle goorheid besparen. Dus jouw openingszin wordt... Ik wou dat ik schil was. Dan kan ik jou twee keer zien. Dat is toch geen openingszin, jongens? Jo. En dan vraag je meteen om wat te drinken. En dan hebben we ook wel plan B. Oh, wat erg. Wel origineel, toch? Oh, jezus. Succes, hè? Ze staat er echt als een zoutzak bij. Het is bijna treurig om naar te kijken ook. Weet je, ik zou best prima gewoon weer iemand aanspreken. Maar ik wou dat ik schil keek zodat ik je twee keer kon zien. What the fuck, Bram? Goed bedacht, toch? Het is gewoon heel raar. Gaat ze doen? Gaat ze doen? Ik wou dat ik schil keek zodat ik je twee keer kon zien. Ze doet het. Oh, English. Oh, shit. Never mind, I'll figure it out. Ja, kut. Ik zou willen dat ik dubbel zag. Oh, in English, sorry. Oh, I wish I saw cross-eyed so I could see you twice. Cross-eyed. I think people could be nicer for each other, right? What is cross-eyed? Cross-eyed, like if you look both sides. Oh, see that with my eyes? No. You literally, I have cross eyes. You do? So when you said that, I was like, oh, did you ask him why? No, you don't. Thank you so much. You don't have cross eyes. I do, yeah. It's just a little bit. I wear contacts to like even it out. Oh, hij was echt lief. Maar hij kijkt schil. Maar dat... Wow, hoe kan dat nou? Wat een slechte openingszin dit, Bram. Ik zou willen dat ik schil keek, zodat ik je twee keer kon zien. Wat dan? Ik dacht, ik doe eens even een compliment. Oh, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Geniet van je dag. Ging dat goed? Dat ging goed. Nee, dat ging niet perfect. Goed. Dat ging dramatisch. Liek. Ja. We zijn hier niet naartoe gekomen om mannen complimentjes te geven. Ja. Dat is de bedoeling dat je ze mee op date zou vragen. Ja. Dus ik heb een nieuwe openingszin voor. Nee, hou op. Ik denk dat deze wel echt kan werken. De bedoeling is dus dat je vanavond een biertje gaat drinken met iemand. Ja. Dus ik dacht, een biertje smaakt lekkerder met jou. Dus zullen wij vanavond een biertje drinken. Oké. Mag ik wat vragen? Ik denk dus dat een biertje met jou veel lekkerder drinkt. Dus heb je zin om vanavond een biertje met mij te drinken? Lief. Ja, ik dacht, doe gek. Ik ben helaas super clean. Dus ik... Clean. Ah, oh, is dat zo? Wat goed. Zou ik ook eens moeten proberen. Ik kan je wel mijn nummer geven. Ja, dat is goed. Nou, ze heeft een nummertje gescoord. Weliswaar van iemand die net clean is. Maar goed, hé. Hey. Het is een nummertje. Mag ik wat vragen? Oh, well, I think a beer would taste much better with you. So would you like to grab a beer with me? Sometime? Ja, yeah, sure. Yeah? Kijk. Can I get your number? Ja, ze heeft weer raak, hoor. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Okay, have a good day. Bye. Misschien ga ik dit wel vaker doen. Dat is leuk. Tijd voor een nieuwe opdracht. Auwe, hossala. Ja, niet normaal, hè? Nee, gaat toch aardig goed. Het duurde een paar uurtjes, maar je hebt een nummertje gescoord.
café. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, 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 ja. Dat betekent dat het alweer tijd is voor de volgende opdracht. Oh, ik ben hier zo klaar mee, Bram. En daarmee neem ik eventjes mee wat jouw exen allemaal over je gezegd hebben. Je glimlach, je mooie lippen. Dus nu mag je mannen gaan aanspreken, precies zoals jij dat wil. Maar wel door dan extra te glimlachen of hardop te lachen. En je lippen te tuiten. Oh, dit is een kut. Laat me even zien wat je in huis hebt. Oh nee, dit is zo erg. Hi. Wat was dit nou voor een wanhopige poging? Oh, hij was niet onder de indruk van mijn lippen. Nee, vind je het gek? Hij dacht, weg hier. Even één goede poging, Liek. Hi. Hey, ik denk dat als ik jou voorbij laat lopen, dat ik een beetje spijt ga krijgen. Zou je misschien een keer wat willen drinken, of niet? Ja, nee, thanks. Nee? Ik heb een vriendin, okay. Dus dat hoort. Dan krijg je wel nog een luchtkus van me. Oh, een luchtkus, dat mag wel. Dankjewel. Okay, dag. Dit was zo pijnlijk. Oh. Ja, die was heel heftig. Oh, wat was dit pijnlijk, dit zeg. Was heel pijnlijk. Dat je denkt... Ik geef hem nog even een luchtkus aan te zeggen. Maar ik moest toch niet, maar I don't know. Ik denk, misschien kan ik hem nog overtuigen. Dit is zo pijnlijk. Ik moet nu iets gaan doen of zo. Ja, nee, dat heb ik goed gedaan. Van alle dingen die ik kon bedenken om te doen, was dit echt het beste. We kunnen hier in elk geval wel uit concluderen dat dit niet de manier is om liefde te vinden. De manier. Ik zou het niemand aanraden. Het is niet leuk voor niemand niet. Nou. Ik vond het best vermakelijk, hoor. Oh, zo erg. Ja, en je hebt wel een paar nummertjes gescoord. Klopt. Maar geen date. Maar geen date, nee. Gelukkig ging ik hier al een beetje vanuit, dus heb ik wat achter de hand gehouden voor je. Ja. Dus je gaat vanavond wel gewoon lekker op date. Oh, leuk, hè? Ja, onwijs. Jezus, wat was dit ongemakkelijk. Eigenlijk op het moment dat je iemand aan wil spreken, je moet dan gewoon een knop omzetten, verstand op nul en doen alsof je niet jezelf bent of zo. Uiteindelijk merkte ik wel dat ik er iets meer plezier in kreeg, omdat ik het iets minder serieus ging nemen. En daardoor was het ook wel grappig om te doen. Het is allemaal niet zo eng als dat ik denk in mijn hoofd, denk ik. Maar ik ben er nog niet. Ik moet zo dus op mijn eerste date. En dat vind ik spannend. Maar ik ga eerst even langs bij Bobby. Want zij zit in hetzelfde schuitje als ik. Zij is ook single en aan het daten. Dus let's go. Ja, hey. Hey. Hallo. Kom binnen. Perfect. Ciao. Hallo. Nou, Bobby. Hallo. Ik ben benieuwd naar je verhalen. Want wij zitten natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje. Wij zijn allebei single. En jij hebt er voor gekozen om dat te delen in het openbaar. En je deelt dat met alles en iedereen. Ja. Is dat niet onwijs spannend? Dat is heel spannend. En ook, het geeft ook heel veel lucht. En ik was aan het daten en ik kwam echt de ene na de andere rare weirdo tegen. Ja. Dat ik echt dacht, ligt het aan mij? Ja. Of zijn er nou zoveel rare mannen? Hoezo kom ik niet gewoon... Ik wil gewoon een leuke vent. Ja. En door dat nu te delen... en ook dat te delen van, ligt het nou aan mij, zijn er zoveel rare mannen, krijg ik heel veel herkenbare reacties terug. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel rare mensen. En heel veel mensen zullen mij ook heel raar vinden. Dus het is ook gewoon... Dus ik leer ook heel veel door informatie te delen van mijn volgers. Maar en dan ga je eerst met elkaar praten op zo'n app en dan ga je op date. Ja. En hoe vaak is er een tweede date? Vrijwel nooit. Ja. Maar vind je dat daten dan leuk als het elke keer maar bij een eerste date blijft? Het is echt gewoon door de zure appel heen bijten. Want het is 1 op de 10 is, 1 op de 20 is maar leuk. Dus het daten, die eerste date vind ik verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Maar en hoe bereid je daar dan op voor? Niet. Niet, gewoon ik ga gewoon op woensdagmiddag tussen de twee afspraken door. Op vrijdagavond voordat ik naar vriendinnen ga... Ik doe ook niet mijn best bij de eerste date. Nee. Dan sta ik er en dan ineens denk ik, ik ben het weer aan het doen. Maar dan is het al te laat en staat diegene al tegenover me. Jij bent dit experiment nu aan het doen. Ja. Wat vind je ervan? Oh, ik vind het toch wel heel kwetsbaar, waar ik het al eerder over had. En ik moest dan ook jongens op straat aanspreken. En als ik iemand op date moest vragen, was ik bang voor ja. Ik zou het makkelijker vinden om met iemand op date te gaan die mij niet mag of zo. Ja. Zou jij dat snel doen op een terras als je iemand ziet zitten? Ja, als ik iemand zie zitten en ik vind iemand heel leuk, dan zou ik dat wel doen. Ja. En wat zeg je dan? Gewoon, hey, ik ben Bobby en ik vind jou leuk. Zullen we een biertje drinken? En de meeste dates vanuit jou of vanuit de ander? Ik denk dat ik wel dominant ben in het... Ja. Uitzetten van dates, ja.
Ja, dat heb ik ook wel. Als ik kijk naar wat ik dan zeg maar heb gehad, dan is het wel allemaal vanuit mij. Nou, ik moet zo dus weer op date. heb jij nog tips voor mij? Aan het begin, toen ik net ging daten, had ik eigenlijk gewoon nog liefdesverdriet. Yeah. En toen dacht ik bij alles, ew, dit vind ik niet leuk aan jou en dat vind ik niet leuk aan jou en dat. En op een gegeven moment merkte dat ik steeds meer open ging staan. En nu heb ik voor mezelf een soort van modus gevonden waarbij ik verder probeer te kijken dan die eerste oppervlakkige indruk. En echt iets in jezelf te creëren waarin je open staat voor iemand. Maar ja, misschien moet je het ook gewoon op zijn beloop laten. Gelukkig. Leg een vraagje aan mij, hè? Deze tips. Oh, die pused. Ik ben benieuwd of ik dit ga kunnen fixen. Maar ik ga mijn best doen. Ik vond het gesprek met Bobby echt eigenlijk fucking gezellig. Ik vond het heel fijn om erachter te komen dat ik echt niet de enige ben. Bobby zei eigenlijk dat zij het vooral heel casual houdt. Dus eigenlijk voordat ze erover kan stressen is het alweer voorbij. Dus ik ga ook niet hoog in de make-up of hoe je dat dan ook zegt. Het is oké. Okay. Weet je, het gaat om innerlijk. Ja. Oh, yo. Wangen. Weet je, met daten denk ik dan aan de ene kant het achterste van je tong laten zien. Dan weet iemand meteen wat hij in huis heeft. En aan de andere kant denk ik, ja, maar dan kan je hem ook afschrikken. En aan de weer de andere kant denk ik dan, ja, maar als je hem afschrikt met je eigen karakter, dan pas je die bij elkaar. Ik vind het allemaal maar lastig. Nou, hoppa. Tabé, de ballon, joe. Liek, je eerste date. Mijn eerste date. Wel bij Café Thuis. Bij Café Thuis, lekker oud en vertrouwd. Nou, dat vind ik echt fijn. Dat moet dan ook wel een succesje worden, toch? Heel spannend, maar ik heb er ook wel zin in. Leuk om iemand te ontmoeten, denk ik. Ja, laten we naar binnen gaan, Liek. Hij komt zo aanhouden. Spannend. Hallo. Hi, hey. Ik ben Lieke. Christian. Welkom. Thank you, wat leuk thank dat you. Je er bent. Ben je hier al wel eens geweest? Ik was eigenlijk, kom je hier wel vaker, maar dan net anders verwoord, hè? Woon je ook in Amsterdam? Ja. Ik heb hier mijn spel liggen. Dit is een spel die ik zelf gemaakt heb. En die gaan we spelen. Hij ziet er wel een beetje zenuwachtig uit. Cheers, op een leuk spel. Mm. Op een succesvolle date, bedoel je? Welke studie heb je gedaan of welke studie doe je? Ik heb gedaan verzorgen in IG'er. Jij? Oh, wat voor studie? Ik was even de vraag vergeten. Ik heb een acteuropleiding gedaan. Kan je snowboarden skiën? Ja, skiën. Skiën, okay. Ja. Ik doe snowboarden. Oh, echt? Ja. Lieke schudt wel de hele tijd met haar been, dus ik heb het idee dat ze een klein beetje zenuwachtig is nog steeds. Dan beschrijf je band met je exen. Oh, dat zijn echt mijn maatjes. Wat zoek je in een partner? Goed samen kunnen zijn, ook maar goed afzonderlijk van elkaar kunnen zijn. Want ik heb ook gewoon nog steeds mijn eigen dingen die ik wil blijven. Lieke heeft een biertje al op. Gewoon... Ja. Oh ja. Ik vind het wel leuk om Lieke voor het eerst te zien daten. Ze zit er eigenlijk een beetje bij als een sollicitatiegesprek. Jan, mag ik nog gezellig in de taas later? Ja. Je ziet hem denken. Heeft ze hem nou al op? Heerlijk. Merci. Ik vond het gezellig met je. Lijkwaars. Leuk je te ontmoeten. Leuk. En nou ja, wie weet zie ik je nog wel een keer. Who knows, who knows. Doeg! Doe er nog maar twee hoor. Ik vond het gezellig. Ja? Hoe zag het eruit? Nou, niet dat het er ongezellig uitzag, zo. Maar het zag er wel een beetje formeel uit. Formeel? Ja, als een sollicitatiegesprek. Is dat zo? Hij zit een beetje naar achter. Ik. Oempie, oempie, doem. Zo ging het in het oogje, hè? Ja. Af en toe wel, heb je. Ja, maar oké, maar hoe moet ik dan zitten? Nou, zo ziet het er wel uit alsof je niet zo geïnteresseerd bent. Is dat zo? Ja, je neemt afstand. Heb ik afstand genomen? Ja, zo leek het oh, wel. Oh jeetje, ja, dat was niet de bedoeling. Nee? Nee. Nou, cheers. Proost op de eerste date. Op de treurigheid. Ja, dat was zo erg. Nee, ik vond het wel een leuke jongen. Superleuk, hartstikke gezellig. Ja. Ik heb vanuit mezelf gewoon nooit echt gedate of zo. Dus door er nu zo diep in te duiken, leer ik toch ook wel... Ja, deze kant van mezelf kennen. Namelijk dat ik blijkbaar ongeïnteresseerd overkom als ik met iemand aan het daten ben. Dus ik denk dat er nog heel veel te leren valt. Ja, absoluut.